We zijn nu bij jou. Een goede nacht, Ludwig. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Gegroet vanuit Nijmegen. En ik ben u graag weer van dienst met mijn commentaar op de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Ik ben natuurlijk ook blij dat wij weer te beluisteren zijn op het internet. En ik heb begrepen dat we bij het afstemmen rekening moeten houden met een _ radio _ Damsko. Ja, dat, dus radio _ Damsko. _ Damsko, juist. En dus proficiat aan alle luisteraars, want men heeft ons heel veel gebeld en contact gemaakt om te vragen wat er aan de hand is. We zijn weer regelmatig op YouTube te beluisteren. En dus nogmaals, gaat u dat even na en geeft u dat door. We hebben aan de cijfers kunnen zien dat de mensen zich weer afstemmen op Radio Tamara. Want er worden natuurlijk van elke uitzending worden er scores, statistische gegevens bijgehouden. En die waren behoorlijk aan het stijgen. En we praten over duizenden die luisteren naar de programma's van Radio Tamara wereldwijd. En ik groet daarom ook al onze luisteraars, waar die zich ook mogen bevinden op deze aardbol. En we zijn er trots op dat zij de weg naar Radio Tamara weten te vinden. En ze hebben ook kenbaar gemaakt dat zij het op prijs stellen dat zij, hoewel zij zich buiten Suriname bevinden, op de hoogte gehouden worden van de perikelen in ons geliefd Suriname. En dan gaan we direct over tot de behandeling van de actualiteit. Dat is vandaag de overgang van vrijdag 19 november naar zaterdag 20 november. En ik moet u zeggen, ik heb even iets te vieren wat ik met u ga delen. Mijn dochter die speelt de hoofdrol in een theaterstuk, Die Unendliche Geschichte, in Duitsland, in de stad Bochum. En dat is het, is een stad die compleet gewijd is aan theater. En daar speelt zij met het hoogste Duitse toneelgezelschap, theatergezelschap. En ik ben natuurlijk apetrots dat zij als Surinaamse ook de hoofdrol in een Duitse, in een groot Duits theaterstuk speelt. En ze heeft daarvoor Duits moeten gaan studeren om precies netjes Duits te spreken. Dus ik vind het geweldig dat ook op het gebied van de muze, in dit geval het theaterwezen, een Surinaamse actrice hoge ogen gooit in Duitsland. En natuurlijk zal dit theaterstuk verfilmd worden. En het wordt geregisseerd door een van de grootste regisseurs in het Nederlandse theatergebied, mevrouw Koolthof. En dus ik zal na de première die morgen plaatsvindt, zal ik gewag maken van de bevindingen van de internationale pers hierover. En natuurlijk hoop ik dat die Unendliche Geschichte, een literaire vertelling die in theater wordt opgevoerd, dat ik dat ook richting Suriname kan rapporteren. Nogmaals, proficiat voor deze mijlpaal. En eenmaal ik over mijlpalen spreek, wil ik toch herinneren een internationaal gebeuren ook. Dat de Surinaamse hart, dus longhartchirurg is de man. Hij heet Faiz Ramjan Khan. Die is als leider van een universitair team van het Medisch Centrum Utrecht, het UMC,
heeft hij een kunsthart geplaatst in het lichaam van een Nederlander. En hoewel dus al jaren men met dit experiment bezig is, er nu baanbrekend werk is verricht. En in samenhang met een team onder leiding van hartchirurg Mark Buisrogge zijn er innovatieve veranderingen aangebracht aan het Franse kunsthart. De Fransen hebben dat hart geproduceerd, om het even goed aan te geven. In 2013 is de productie begonnen met allerlei innovaties. En die productie die is zo ver gekomen dat nu eindelijk datgene dat men heeft uitgevonden onder toezicht van de Surinaamse longhartchirurg Faiz Ramjan Khan is geplaatst in een menselijk lichaam en ook functioneert. Want dat is het nieuws. En natuurlijk moeten we niet te vroeg juichen. Maar de hele medische wereld die vindt dit een baanbrekende verandering. En daar mogen we best trots op zijn. En dan ga ik naar het overige nieuws. Even de COVID-pandemie. Onze minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, is weer thuis. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. Zoals u weet was hij besmet met het coronavirus. En hij is nu thuis in isolatie. En hij kan zich voegen bij de 450 Surinamers die thuis liggen uit de zieken van het coronavirus. En volgens de medische deskundigen in Suriname is het zo dat er in de thuissituatie, althans diegenen die onder controle zijn van de Surinaamse medische organisaties, is er in de thuissituatie geen sprake van overledensgevallen. Dus mogen we gevoeglijk aannemen dat onze minister van Volksgezondheid aan de biederende hand is en niet meer in levensgevaar. We hopen dat hij snel mag herstellen, want buiten in de maatschappelijke wereld, in de maatschappij, in de Surinaamse maatschappij, wachten hem verschillende medische vraagstukken die hij moet aanpakken en waarvan wij verwachten dat hij ze gaat oplossen, met name de medici in Suriname die klagen over hun penibele financiële situatie. De mensen hebben geen geld en kunnen daarom de nodige medische voorzieningen niet op een juiste manier implementeren in Suriname. Ik word eigenlijk moe van het brengen van allerlei nieuws wat erop neerkomt dat er geen geld is in het land. Want terwijl ik u dit nieuws moet brengen over de feitelijkheid, is er tegelijkertijd ook ander nieuws waar ik heel kort over zal zijn, wat erop neerkomt dat wij talloze geldverslindende activiteiten ontplooien in het buitenland. Ik heb u in de vorige uitzending bekendgemaakt dat er weer nieuwe Surinaamse diplomaten zullen worden aangesteld. En het kost het land handenvol geld. We zitten goede sier te maken. Ik wil bijna zeggen apenkuren te vertonen op een tentoonstelling in Dubai. Ja, niemand weet waar het over gaat. Maar wordt alleen maar gerapporteerd dat we zijn opgevallen als land. En dat men probeerde Surinamers op een zeer achterlijke manier duidelijk te maken dat wanneer je apenkuren gaat maken op een tentoonstelling, gaat dansen en de show probeert te stelen met ik weet niet wat, dat dan
de investeerder met een dikke portemonnee die langsloopt, die informeert: hey, where you come from? Waar kom je vandaan? En dan zeggen we: Suriname. En dan vliegen de mensen direct naar Suriname om hun zwaar verdiende geld te komen verspillen in Suriname. Zo gaat dat niet. Maar er wordt gewacht gemaakt door onze publiciteitsdiensten van dit soort activiteiten in het buitenland, zonder aan te geven wat de betekenis van onze aanwezigheid in Dubai. Wat hebben wij in godsnaam te zoeken in Dubai, waar wij talloze... als je ziet dat het lijkt erop dat de belangrijkste wens vandaag de dag van een Surinaams politicus is dat hij eens naar Dubai mag gaan, en liefst op kosten van de Surinaamse regering. Iedereen haast zich naar Dubai. En ik moet u zeggen, liever besteden we een fractie van die aandacht, die moeite en dat geld voor het ontwikkelen van Suriname. Want het nieuws wat ik u moet brengen over Suriname komt allemaal neer op een noodlijdende, gammele, niet consistente, onzekere, onstabiele financiële economische situatie in Suriname. Het gaat niet goed met het land en de politieke bestuurders slagen er niet in om sectorgewijs, maar ook in algemene zin een goed overzicht te geven van de sociaal-maatschappelijke en politieke situatie in het land. Van hoe vergaat het de Surinamer vandaag de dag? En ik kan u het antwoord in één regel geven. Het gaat ook op het sociaal-maatschappelijke gebied, want dat is gekoppeld aan de financiële situatie, gaat het heel slecht in Suriname. En deze mededeling is des te alarmerender, omdat wij nu gaan naar het einde van het boekjaar 2021. En dat is dan in de hele wereld zo, dat men tegen het einde van het jaar vliegt terug te blikken om te kijken wat het jaar ons heeft gebracht. Dan zijn we erop vooruit gegaan, zijn we erop achteruit gegaan. Wat zegt 2021 over de financiële situatie en de sociaal-maatschappelijke situatie in ons land Suriname? Daar zijn we naar benieuwd en ik moet u zeggen, dat antwoord ziet er niet fraai uit. Omdat we weten dat in die decembermaand er in Suriname gefeest wordt. En er zijn feestdagen, die nationale feestdagen die zijn er. En men is bezig het jaar af te sluiten. En dat doet men op een culturele wijze. Dus ook cultureel is het een en ander te vieren, af te sluiten en in te wijden. En bij die jaarwisseling is het gebruikelijk dat we dat in traditionele stijl doen. En dat gaat gepaard met veel uitgaven. Ik heb erop gewezen, elk jaar dat ik deze uitzending verzorg, wijs ik erop dat december altijd een aantal topics oplevert waar de Surinamers over discussiëren. En bovenaan de lijst staat, u kunt het raden, bovenaan de lijst van onderwerpen die elk jaar, u kunt het natrekken, in de maand december speelt, dat is de situatie van de Surinaamse kip. Dat naar voren. Dat is het nieuws in december. Wie mag die behoefte aan veel kippenvlees? Want Surinamers eten kip. Ze eten zoveel kip dat ik soms een idee heb dat men vleugels krijgt van het kippen eten, van die hormoonkippen vooral uit Europa en Amerika. Dat men ervan gaat vliegen straks. Zoveel kip wordt er geconsumeerd. Waarom? Omdat kippenvlees nou eenmaal, als we kijken naar die culturele tradities en gewoonten,
van de verschillende geloofsgenootschappen in Suriname, dan zie je dat dat kip nog net door alle mazen heen komt van de kerkelijke organisaties die het eten van ander vlees hier en daar tegengaan en verboden hebben in hun gemeenschappen. Maar kip ontspringt de dans en Surinamers voelen zich kip lekker als men rondom die feestdagen kip of doks heeft gegeten. Dus daarom is die vraag, die economische vraag, is groot rondom kerst. En natuurlijk, als jij met kerst en nieuwjaar lekker kip wil eten, dan moet je ervoor gezorgd hebben dat die kip voor de kerstdagen geslacht is. En dat je dan voor de slachting hebt gekweekt. En dan praten we over de structurele positie van de Surinaamse kippenboeren. En die is slecht. Omdat die kippenboeren weer... En u ziet, ik ga vanuit de praktijk naar de theorie. Namelijk, de praktijk is de feestmaand december. Wat betekent dat voor Suriname? Een extra enorme toename van de vraag naar kippenvlees. Wat moeten we bekijken als we die vraag willen beantwoorden? Van hoe is het gesteld met de productie van kippenvlees in Suriname? En dan hebben we twee grote routes om die vraag te beantwoorden. Eén, wat produceren wij zelf aan kippenvlees? En wat wordt er geïmporteerd? Wie importeren er? En waarom breng je het onderwerp naar voren? Omdat elk jaar er een gesteggel en gehannes is rondom de kipdeal. Welke maatschappijen, welke bedrijven krijgen vergunning om kip te importeren? En hoe beschermt men de Surinaamse kippenboeren tegen de import van kippenvlees in Suriname? En hoe is het gesteld met de import van kippenvlees in het algemeen met betrekking tot de volksgezondheid? Want we weten dat kippenvlees onderhevig is aan allerlei problemen. Om te beginnen, de regering doet er verstandig aan om die producten die wij zelf maken heel goed te gaan beschermen. En zodanig dat onze producenten de productie kunnen opvoeren en hun concurrentiepositie ten opzichte van diezelfde producten die uit het buitenland komen. Want u weet, als u in een supermarkt loopt, heeft u, wanneer het gaat om een bepaald product, heeft u de keuze tussen verschillende merken en de verschillende herkomstgebieden van dezelfde producten. En dan moet het Surinaamse product in Suriname beschermd zijn. Zoals het Nederlandse product in Nederland beschermd wordt. Het zou wat zijn dat de Nederlandse kaas, om maar een voorbeeld te geven, dat Nederland produceert kaas en dan wordt de Nederlandse kaas geconcurreerd door buitenlandse kaas die een betere positie heeft op de Nederlandse markt. Dat kan niet. Je moet je nationale productie vooropstellen, maar je moet om jouw consument service te bieden, moet je natuurlijk in het kader van de democratische markt die we hebben, moet je buitenlandse merken ook toestaan in jouw land te komen. Maar je moet die concurrentiestrijd op een eerlijke manier met hen aangaan en ervoor zorgen dat jouw eigen producten in eigen land gewaardeerd worden. En dat geldt voor alle producten, van rijst tot en met, dus ik heb het voornamelijk nu over voedsel, rijst, vis, vlees, dat we de Surinamers aan het verstand brengen. En ik vind de decembermaand een geschikte maand daarvoor, omdat iedereen het knopje om heeft gedraaid en onze hersenen denken aan consumptie. December is de maand van feesten en lekker eten. En dat wij dan ook ervoor zorgen dat wanneer wij feesten en lekker eten, dat we dat doen met Surinaamse producten. Om op die manier, op een makkelijke manier, een behoorlijke steun te geven aan die Surinaamse producenten van voedselproducten. Goed,
dan, dat heb ik dan ook wel weer gezegd. En dan ga ik naar het algemene nieuws in Suriname. Het nieuws is dat er op onderwijs weer van alles aan de hand is. En er is nog steeds een situatie dat de grootste bond, het zijn eigenlijk twee bonden die samenwerken, de grootste bond in het onderwijs, bestaande uit twee samenwerkende bonden, dat zijn de Bond voor Leraren, de BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten, de ALS, de ALS. En die twee werken samen en hun voorzitter is Reshma Mangre. Die zwaait met de scepter als het gaat om de vakbondsrechten van de Surinaamse leraren in het algemeen. En de minister van Onderwijs is Marie Levens. En die heeft het heel moeilijk, omdat die ook getroffen wordt door de consequenties van de coronapandemie in Suriname. En u weet dat er heel veel kritiek is geleverd op het ministerie van Onderwijs. En die kritiek is terechte kritiek. Want wat, zie je, wat is er misgegaan in het onderwijs in Suriname? Dat onze minister, om Suriname niet te laten afgaan in het buitenland, met één oog de ontwikkelingen in de wereld moet volgen met betrekking tot die coronapandemie en ook in die verschillende landen in de gaten moet houden hoe het nationale onderwijs van de verschillende landen omgaat met de pandemie, met het feit dat wanneer leerlingen in grote getalen bij elkaar komen in het onderwijs, dat de volksgezondheid daardoor bedreigd wordt. Dus met andere woorden, er moeten maatregelen getroffen worden in zaken dus het voorkomen van die verspreiding van het coronavirus. En daar is het Surinaams onderwijs slachtoffer van geworden. Maar een minister wordt aangesteld om dit juist in goede banen te leiden, om ervoor te zorgen dat het onderwijs er niet onder leidt. En in die exercitie is onze minister van van onderwijs niet 100% ingeslaagd. Het gaat slecht met het Surinaamse onderwijs. En ik was bezig de spagaat uit te leggen die de minister moet maken door aan de ene kant de internationale constellatie te volgen. En wat heeft ze dan gedaan? Ze heeft zonder Surinaams onderzoek, zonder Surinaamse deskundigen aan het woord te laten en uit te horen van hoe zij erover denken, heeft zij algemene internationale maatregelen geïmplementeerd in het Surinaams onderwijs, waardoor je een rare situatie in Suriname hebt gekregen, dat daarover is geklaagd natuurlijk ook, dat er, hoewel men de leerlingen thuis heeft gehouden om besmetting te voorkomen, dus men heeft daarin het internationale veld gevolgd, en de consequentie is dus geweest dat die leerlingen, en dan praat ik over alle schooltypes en alles wat met onderwijs te maken heeft, vanaf het hoger onderwijs tot en met het lagere basisonderwijs, heeft het onderwijs geleden onder de niet 100% aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten op de scholen en in de verschillende curricula. En dat heeft met zich meegebracht dus dat dus er veel uitval is geweest. Dus lessen zijn uitgevallen, leerlingen komen niet op school, er is gewacht gemaakt van online lessen verzorgen. Maar ja, wanneer je met dat soort dingen begint, dan moet je nagaan toch hoe het gesteld is met de computer in de Surinaamse samenleving in het algemeen en in het bijzonder in het onderwijs, voordat jij kan verwachten dat jouw leerlingen online actief worden, et cetera, et cetera. En die minister is toen voor een onoplosbaar probleem komen te staan. En toen heeft ze haar hoofd in het zand gestoken.
En maar die toestemming gegeven dat de onderwijsinstellingen in Suriname gewoon kunnen overgaan door het verstrekken van diploma's zonder dat daarvoor onderwijs is gegeven in het diplomajaar, in het examenjaar. Ja, waardoor er heel veel kritiek is gekomen in die samenleving dat je te goedkoop diploma's hebt kunnen krijgen in het afgelopen studiejaar in het onderwijs. Dat is één, dat is een ontwaarding, een devaluatie van de diploma's. Van de Surinaamse diploma's, enough, do next. Maar je kiest je diploma. En er is zelfs in het nieuws geweest gevallen waarbij leerlingen een gemiddelde, let wel wat ik zeg, een gemiddelde op de lijst, op een examenlijst hebben. Van beneden het zes, het cijfer, het voldoende cijfer zes. En dat die leerlingen gewoon glansrijk slagen en hun diploma krijgen. Dus dat is gebeurd in het onderwijs, waardoor het onderwijs een beetje rommelig is geworden, omdat er daar waar het overheidsbeleid ontbrak, de mensen eigen richting hebben gebruikt en zelfs gaan interpreteren wanneer ze een kind wel naar school sturen en niet naar school sturen. En er zijn scholen dicht gegaan, anderen bleven open. Ja, en het is niet allemaal even gemakkelijk verlopen met het vervangen van het klassikale onderwijs door op een of andere manier thuisonderwijs toe te staan en daar ook controle op te houden. En ik kan door blijven gaan met het behandelen van onderwijsproblemen. En ook wanneer je met lockdowns gaat werken, zijn van die dingen die de minister, waar de minister van Volksgezondheid op is gewezen, dat ook het onderwijs daarbij betrokken moet worden. Wanneer je lockdowns afkondigt en uitgangsverboden, et cetera, moet je kijken wat de gesteldheid is van jouw scholen, dat die dan ook eerder uit moeten gaan of eerder moeten beginnen. En je kunt kinderen niet, of leerlingen, kun je niet op naar een school sturen waar je niet zeker van bent dat de sanitaire voorzieningen daar en het gezonde water aanwezig is op die scholen. Want dan krijg je chaos, dus van het ene kom je in het andere probleem. En dat is ook gebeurd. En de Wereldgezondheidsorganisatie is nu met een aantal projecten in Suriname bezig om dus dit soort zaken in het onderwijs aan te pakken. Zodat als leerlingen op school zijn, zij goed les krijgen in hygiëne, van, om te voorkomen dat ze dat virus overbrengen. Dat er gewone dingen als dat wc's werken, ja, omdat je daar ook een bepaalde besmettingsgraad hebt in die sanitaire voorzieningen. En dat er gezond drinkwater aanwezig is op die scholen. Zulke simpele dingen schijnen in Suriname een groot probleem te zijn. En we weten het, maar we maken allerlei geweldige berichten dat we in Dubai gaan en daar zijn opgevallen. En dat buitenlandse investeerders willen komen kijken hoe gezellig het eraan toe gaat in Suriname. Terwijl wij weten dat zoiets van het onderwijs bijvoorbeeld, wat ik als voorbeeld geef, dat alles behalve gezond is in Suriname. Dat er heel veel nog te gebeuren staat. En een gevolg daarvan is dat er een beetje in die structurele opbouw van ons onderwijs een rommeltje toe is. Het is niet altijd de minister die daarvan de oorzaak is, maar wel kan gezegd worden dat zij de kapitein is. Zij is de kapitein op het schip. En van haar wordt geacht dat zij die problemen oplost. En het probleem is dus dat die problemen niet zijn opgelost in Suriname. En dan ga ik na deze algemene inleiding, dan kunt u zich voorstellen dat wanneer je een bericht leest dat Suriname nu de Franse taal
gaat invoeren in het onderwijs, dan denk je, mama, we hebben al een chaotische situatie in het onderwijs en nu komt de Franse taal erbij. En natuurlijk, die Franse taal die nu zal worden geherintroduceerd op Surinaamse scholen, daar valt wel wat voor te zeggen. Want het komt niet uit de lucht vallen. Dat heeft te maken met het volgende feit, dat met name in het oosten van Suriname, de Surinaamse kinderen, en dat weten een heleboel mensen niet, dat in het oosten die kinderen vaak aan de overkant op school gaan. Men steekt gewoon over met een boot en gaat in Frans-Guyana op school. Omdat die Surinaamse overheid die onderwijsvoorzieningen in het oosten niet op peil kan houden. En die mensen kiezen eieren voor hun geld en gaan met een bootje even naar de overkant. En daar krijgt hun kind een enorm excellente opvang en goed onderwijs. En je leert de vreemde taal erbij. En dus nu is er van de Franse zijde een behoefte geconstateerd dat leerkrachten die daar in het Frans die leerlingen, die Surinaamse leerlingen les moeten geven, dat die kennis moeten hebben van het Nederlands ook. Omdat die Surinaamse kinderen in hun dagelijkse praktijk die Nederlandse taal horen en daarmee worden geconfronteerd. Omdat het Nederlands de officiële taal is in Suriname nog steeds. En door die situatie is er ook een behoefte dat Surinamers, om te kunnen communiceren met hun buren, de Franse taal moeten beheersen. Dus wij kunnen de Fransen Nederlands leren en de Fransen kunnen ons Frans leren. Dat is de essentie van het bericht. Maar wanneer je dan een algemeen bericht ervan maakt van Frans wordt geherintroduceerd op Surinaamse scholen, dan betekent dat de aanleiding om de Franse taal te gaan onder de loep te nemen in Suriname heeft consequenties, namelijk voor het gehele Surinaams onderwijs. Dan moet je een regel gaan instellen. En zo zie je, dus daarom illustreer ik dit, dat naar aanleiding van een praktische situatie, namelijk een contingent Surinaamse leerlingen in Frans-Guyana, die in Cayenne op school gaan, en in Saint-Laurent. Ik zeg Cayenne, maar dat ligt een beetje verder. Er gaan wel kinderen daar, maar het zullen maar enkele zijn, maar de meeste, we praten over het probleem, in Saint-Laurent. En Saint-Laurent is dus het grensstadje, ja, aan de overkant van Albina, waar dus Surinaamse kinderen op school gaan. Een soortgelijk probleem bestaat ook op het gebied van de volksgezondheid en op het gebied van het transport. Dan gaat er een veerboot van Suriname naar Guyana, vice versa. En gaan er heel wat bootjes, die brengen mensen over elke dag. Is het een druk verkeer op de Marowijne rivier? Een brede rivier, bijna een kilometer breed of langer of breder. Het komt erop neer dat door dat verkeer tussen Suriname en Frans-Guyana, en Frans-Guyana is een overzeese provincie van Frankrijk, is er een behoefte om de Franse taal onder de loep te nemen en daar beleid op te gaan maken. Oké, okay, mag ik heel eventjes tussendoor, Ludwig? Ja. Het betekent wel dat de kinderen, kijk, in Suriname is het Nederlands de hoofdtaal. Juist. Deze kinderen komen uit het binnenland. Het zijn voornamelijk mensen die uit de stam van meneer Brunswijk komen, Alkaners. Ja. Die gaan naar Frankrijk. Die leren daar geen Nederlands. Maar Frans is ook goed. Maar dat betekent wel dat ze voor Suriname heel weinig kunnen betekenen, omdat ze de moedertaal die gesproken wordt in Suriname niet beheersen. Juist. Ja. Klopt. Dat wilde ik zeggen. Oké, mooi. Ja, dat is een goede aanvulling. Heel goede aanvulling. En dus het geeft aan dat er wel degelijk dus een probleem is daar waar we naar moeten kijken. Dus daar kom ik niet aan verder. En de Fransen hebben het geëntameerd. Dus zij zijn er mee gekomen. Waarom? Om de simpele reden dat zij dat geld hebben
om wanneer tot een besluit komt om dat ook te kunnen financieren. Want wanneer je discussieert tot je naar ons weet, is er nog niks gebeurd in de praktijk. En zodra je dus je gedachten hebt ontwikkeld, je beleid hebt gemaakt en het moet gaan implementeren, je moet het gaan uitvoeren, dan ga je direct de vraag moeten stellen: wie gaat het betalen? Het heeft te maken met geld. En de Fransen hebben de bereidheid getoond om te willen bijdragen in de kosten van de Fransen, de francofonen. Men zegt het ook, je kunt het ook zo uitdrukken, dat het francofone probleem in Oost-Suriname en in West-Frans-Guyana. Om dat probleem nou eens een keer te gaan aanpakken op het gebied van onderwijs, door nu de leraren, vice versa, in Frans-Guyana en in Suriname te gaan trainen in het gebruik van de Franse taal. En om het korter de bocht te zeggen, om dus in Suriname te kijken hoe we kunnen herintroduceren in het onderwijs het leren van het Frans. Dus het gaat verder dan alleen de regio Oost-Suriname. Je moet een structurele, duurzame oplossing bedenken. En nu heeft men een... Maar mijn kritiek is dat dit een heel ingewikkeld vraagstuk is. Of dan moet je zeggen, moeilijk. Dat je moet het in verschillende facetten. Iwan heeft zo net één van die facetten aangehaald. Maar er zijn meerdere die je goed moet bestuderen om een evenwichtig beleid te voeren. En niet overnight. En het probleem met de minister die we nu hebben van onderwijs is dat die onder tijdsdruk zit. Dus om het probleem snel te kunnen oplossen, heeft ze snel beslissingen moeten nemen. En is die beslissing al genomen dat we Frans gaan herintroduceren op Surinaamse scholen. Maar u begrijpt, wanneer zo'n bericht in de krant staat, dan gaan alle oren gaan overeind staan van Braziliaans sprekende mensen met dezelfde problemen. Want er is ook een Braziliaans probleem in Suriname. Er zijn bepaalde regio's, en ik noem er één, het is me gerapporteerd, Maripasula bijvoorbeeld, dat is in het zuiden aan de Franse kant, wordt er Braziliaans gesproken en geen Nederlands. Dus het Nederlands als officiële taal in Suriname wordt al in de praktijk in verschillende regio's in Suriname niet gesproken, men beheerst het niet. En men kiest voor het Braziliaans, omdat men dagelijks te maken heeft met die Braziliaanse goudzoekers, en dat zijn er duizenden. Dus waardoor dus die situatie in het oosten van Suriname op taalgebied nog ingewikkelder wordt. En Iwan heeft het zo net aangehaald. En wanneer je met vreemde talen bezig bent beslissingen te nemen, moet je ook zorgen dat jouw eigen taal op niveau gesproken wordt. En dat is één. Je moet ervoor zorgen dat het Nederlands op niveau aanwezig is in de binnenlanden van Suriname. En je tweede taal, het Santongo, moet ook daar aanwezig zijn. Dat je die taal zou kunnen gebruiken als intermediair. En van beide is er geen sprake van. Ja, en dan heb je dus weer andere regio's waar de Indiaanse taal, de Indiaanse talen van de trio's en de Akorio's, dat die talen gesproken worden, lokaal. Ja? Dus die taalsituatie in het binnenland is een ingewikkelde problematiek die goed moet worden besproken voordat je maatregelen neemt. En dus dat heeft mij een beetje gestoord, dat in het nieuws is gekomen dat Suriname Frans gaat herintroduceren op scholen, terwijl we datzelfde probleem dat bestaat aan die Franse kant met het Frans, hebben we ook met het Braziliaans, ja, en hebben we ook met het Santongo. En hebben we zelfs ook met het Nederlands, wat ik ga u zeggen, men heeft onlangs een Indiaanse volksvertegenwoordiger, lid van de ABOP, heeft men publiekelijk uit zitten lachen in Suriname, omdat die man er niet in slaagde in enkele bewoordingen gewacht te maken van een onderwijsprobleem in zijn regio in het zuiden. Hij kwam niet uit zijn woorden, omdat die man het Nederlands niet goed beheerste. En dan zitten die stadsmensen zo'n man uit het binnenland uit te lachen, maar men vraagt zich niet af welke infrastructuur
de Surinaamse staat heeft neergezet in het zuiden, om ervoor te zorgen dat de zuidelijke Surinamers eenzelfde kans hebben om het Nederlands en het Tarantongo goed te beheersen, die geaccepteerd worden in Suriname als algemene talen. Het Nederlands is officieel bij wet verplicht in Suriname gesteld, is de kanseltaal, en het Tarantongo is de algemeen gesproken lingua franca, waarvan taalkundig onderzoek, verschillend taalkundig onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de Surinaamse bevolking het Tarantongo beheerst. Meer mensen beheersen Tarantongo beter dan het Nederlands. En toch wordt er in ons parlement van de parlementariërs verwacht dat ze Nederlands spreken. En daar bakken ze niet zo al te veel van. Ik kan u verwijzen naar, u moet maar gaan luisteren wanneer Brunswijk aan het woord is. En mensen en andere figuren van de ABOP. En ik zeg dat niet om hem belachelijk te maken hoor. Ik verwijs naar de realiteit van dit vraagstuk. Dat het niet vergezocht is. U hoeft maar, liest u maar de ware tijd en die kranten. En nogmaals, ik waardeer die kranten en die journalisten heel goed. Omdat ze met weinig middelen het moeten doen in Suriname. Maar je moet ook eerlijk kunnen constateren dat de productie van het Nederlands en van het Tarantongo abominabel is. Wij beheersen onze eigen talen niet. Laat me dat goed kort samenvatten. Wanneer ik u dit niet had uitgelegd, dan zou u mij misschien kwalijk kunnen nemen. Maar nu begrijpt u wanneer ik zou zeggen, wij beheersen onze eigen talen niet. In het Nederlands zegt men onze moerstalen, onze moedertalen, beheersen we niet. En we zijn bezig al ons te bemoeien met problemen van het introduceren van vreemde talen in Suriname, zonder een discussie te hebben gesteld welke prioriteiten wij geven aan het gebruik van vreemde talen in Suriname. Ja? En dan wil ik maar zwijgen over de belettering en de naamaanduidingen overal. Dat je bijvoorbeeld, als je in elk land toch, als je ergens in het land wandelt, in welk land je ook wandelt in de wereld, zie je een bord en op het bord staat daar regering. Of er staat op het bord parlement. Of hier is het de rechtszaal. Dus zo heb je ook in Suriname borden, aanwijsborden. En de burgers maken ook hun eigen bordjes. Als men zegt, een huis is te koop. En ik heb anekdotisch, en niet ik alleen, maar vele literatoren, die hebben anekdotisch wezen ze op het verschillend gebruik van het Nederlands in Suriname. En dan krijg je grappige dingen. Dat er staat op een bord, bijvoorbeeld, ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Een groot bord staat er ergens en er staat erop vissen te koop. En er is niks fout aan het bord, vissen te koop. Maar als je taalkundig gaat analyseren wat daar aan de hand is, dat is dus het verzamelwoord vis. Als zijnde een begrip waarmee je alle vissen aanduidt. Als je zegt, ik eet geen vlees, maar ik eet vis. Nou, houdt dat in dat je ook zegt, ik eet dus vissen. Want vissen, de verzamelnaam van het vlees van die vis, is van het vruchtvlees van de vissen, is vis. Ik eet vis. Maar dat begrip wordt in Suriname niet gebruikt. Het is, men zegt gewoon, jongen, me go by visie. Ja. Megovisie. En alles is visie. Omdat die Tarantongo taal heeft een structuur waarbij het Tarantongo dus die vissen benoemt. Maar goed, ik ga niet in taalkundige kwesties verder. Want ik heb dus in mijn studie taalpsychologie heb ik als taalpsycholoog heb geleerd over wat het betekent als je droomt bijvoorbeeld. Het eerste wat je aan Suriname moet vragen, in welke taal droom je? Droom je in het Tarantongo of droom je in het Nederlands? Of droom je in het Bahasa Indonesië? Of in het Bhojpuri? Of het Tsernami, zoals men het zegt? Dat geeft aan hoe jouw denken is gestructureerd, hoe je denken is geordend. En dat onderzoek wordt nauwelijks verricht in Suriname. Het laatste structurele onderzoek
dat is geweest dus in de jaren 70, is er een longitudinaal onderzoek gestart onder leiding van dokter Campbell, die inmiddels overleden is, en met toentertijd jonge taalkundige van Suriname, Badal, Carlo Badal noem ik even als voorbeeld, John de Vares, die later minister is geworden, is een van de weinige deskundigen in de Spaanse letterkunde in Suriname en in het Portugees, dat hij als bijvak heeft, erbij heeft gedaan. Nilan Isaias, die Engels, de taal- en letterkunde, heeft gestudeerd. En je hebt dus taalkundigen in Suriname die bezig zijn geweest met de taalsituatie. En ik moet u zeggen, het is in een leuk boek, is het samengevat door Eddie Jari en meneer Koevoet. Ja, dokter, professor Koevoet en Eddie Jari hebben een boek geschreven, Talen van Suriname, waarin ingegaan is op die taalverhoudingen in Suriname. Maar dat onderzoek, daarom haal ik het aan, is gestopt in de jaren 70. En we zijn nu al meer dan een kwart eeuw verder, toch? En er is niks gebeurd. En ja, in Suriname heb je ook studies van het Summer Institute for Linguistics, het zogenaamde SIL, ja, waar met name die linkse boeien in Suriname heel giftig op reageerden. Als je vroeger iets vertelde van het Summer Institute for Linguistics, dan keek men al in de richting van de CIA. Werden allerlei verhalen verteld, wat ook ten dele waar is. Dat die Amerikanen taalonderzoek hebben gedaan in Suriname. Niet met de bedoeling om Surinamers talen te leren, maar met de bedoeling om zelf een geheim taal te ontwikkelen die men heeft gebruikt in de oorlog, in de Golfoorlog. Is een variant van een Indiaanse taal gebruikt als codetaal onder de Amerikaanse militairen. Dat zijn taalkundige harde gegevens. Ja? En dan heb je dus een orgaan dat bengelt tussen Suriname en Nederland. Ze noemen het de Taalunie, de Nederlandse Taalunie. Het wordt eigenlijk meer door die Belgen beïnvloed dan door de Nederlanders. Maar die Taalunie heeft als, die naam zegt het al, heeft als doel om het Nederland, buiten Nederland voornamelijk ook, zo structureel mogelijk aan te pakken en te beschermen en te ontwikkelen. En te bevorderen. En Suriname participeert ook aan die Taalunie. Jaren heeft een vertegenwoordiger van Suriname bij de UNESCO. Ja, en dat is de heer Dr. Kramp. Die heeft onze taalbelangen en onderwijsbelangen daar behartigd. En zijn werk is voortgezet door meerdere Surinamers. Onder andere de heer Smit. Die is ook werkzaam geweest bij de UNESCO. Ja, en je hebt in Suriname, de UNESCO Suriname, heb je Frits Wongloy Singh. Ja, die ook heeft jaren heeft gewerkt bij de UNESCO Suriname. Maar er is nooit een coherente studie gemaakt van de Surinaamse staatssituatie. En de aanbevelingen op wetenschappelijke gronden moeten gemaakt worden om aan te bevelen hoe je de taalsituatie in het land ordent en hoe je het onderwijs daarop laat aansluiten. En in dat kader alleen kan je zeggen of je een taal gaat aannemen of afschaffen in Suriname. Je moet, een tijdsduur aangeven. Je moet minstens enkele maanden, laat me het begrenzen tot een jaar, moet je onderzoek doen. Je moet die totale situatie moet je bestuderen. En je moet kijken wat de consequenties zijn als je een bepaalde maatregel gaat nemen. En wie je daarmee beledigt en wie je daarmee bevoordeelt. Je moet het in balans brengen met elkaar. En wat ik heb willen aangeven is dat het tijd wordt voor een taalbeleid, voor een taalpolitiek. Men noemt het de taalpolitiek. En met taalpolitiek wordt niet bedoeld dat je dingen moet gaan opleggen aan de Surinaamse bevolking. We hebben vanaf 1960 hebben we een spellingsregels gemaakt voor het Sernang. Maar je mag spellingsregels maken tot je nog onzwieg. Je gaat nooit die het Sernang kunnen ordenen volgens je spellingsregels. Omdat dat niet de praktijk
de praxis is van taalgebruik. Mensen doen wat ze willen met een taal. En jij kan pas wanneer die mensen hebben beslist, het volk, wanneer het volk heeft beslist wat te doen en hoe men dat doet, kan je dat gaan ordenen. Maar je kan geen dingen gaan opleggen. Want het mooiste voorbeeld in de wereld, ik zeg nogmaals, ik praat dit vanuit mijn deskundigheid, omdat ik heb als Surinamer tientallen jaren deelgenomen aan internationale taalcongressen over taalpolitiek. En ik heb dat gedaan met name als lid van een werkgroep, waartoe ook Frank Martinez Arion behoorde in die tijd. Een werkgroep, een politieke werkgroep van het Esperanto. Het Esperanto is zo'n kunsttaal die men in de jaren 70 was, die taal zeer populair. Mensen weten het niet, maar die taal was zo populair dat alle regeringen in Europa die taal hebben opgenomen in die telefoonkiosken die op straat stonden. Dat systeem is natuurlijk ingehaald door het gebruik van de mobieltjes tegenwoordig. Maar vroeger had je telefoon zelf. Ik herinner u allemaal eraan. Dan ga je in een telefooncel en dan ga je bellen. En dan stonden er borden met aanwijzingen. En een van die talen waarin in heel Europa die aanwijzingen stonden gegrift, dat was het Esperanto. Omdat Esperanto werd algemeen door de taalkundigen beschouwd als een vredestaal. Een taal waarin verschillende culturen zich konden vinden. En men had gehoopt dat het Esperanto, namelijk die verbindende rol zou vervullen. Er is later niks meer van terecht te komen. En ik beloof u, in een van de komende uitzendingen wil ik, als er natuurlijk ook belangstelling voor is, op deze kwestie ingaan. Maar ik wil even dit onderwerp afbinden, want ik ga naar het einde van het programma. Namelijk dat dus in Suriname, op het gebied van het onderwijs, dat is het nieuws, tal van ontwikkelingen zijn. En een van die laatste ontwikkelingen is dat op instigatie van Fransen, van Frans-Guyana, en dan moet ik die man zijn naam noemen, die man heet Jean-Pierre Avanier. Hij is de man die dus die Franse delegatie leidt. Die heeft een bezoek gebracht aan het ministerie van Cultuur in Suriname om te praten over de herinvoering van het Frans in Suriname. En zo is dat bericht in de Surinaamse pers verschenen. En u begrijpt wel aan die uitleg die ik hier omheen heb gegeven, dat mijn kritiek luidt, mijn positieve kritiek luidt, dat je moet oppassen met beslissingen op het gebied van taalgebruik, omdat je in feite indirect signalen geeft aan de verschillende cultuurgroepen in Suriname, die ook allemaal met een taalvraagstuk zitten. Dus je moet in samenhang praten. En ik hoop dat Suriname eruit komt. En ik wens mevrouw Marie Levens veel sterkte toe dat ze de juiste beslissingen neemt op het gebied van het taalbeleid in Suriname. En dat er spoedig een commissie moet worden ingesteld die zich gaat bezighouden met de taalpolitiek. En de taalpolitiek is niet dat je met je partijpolitiek taalkunde moet gaan bedrijven. Maar het is dat je evenwichtige beslissingen neemt op het gebied van de taalverhoudingen in Suriname. Goed, dan wil ik wijzen. Ik zei u dat ik een voorbeeld zou geven van hoe Surinaamse producten moeten worden beschermd. En dan is in het nieuws van vandaag is ook dat Parbo-bier, dat een monopolie. Dus Parbo bier is van Heineken, zoals u weet. Parbo bier is een dochter van Heineken. Hè? Zijn gewoon belangen van de bierproducent Heineken. En Parbo bier, die is een onderwerp geweest. Dat is een onderwerp geweest in het Surinaams parlement. Omdat men de wet op de accijnzen, dat is een belastingwet, op bierproductie, wil men gaan wijzigen. En men wil de jaarproductie opvoeren. Dus men wil criteria vastleggen voor meer productie van bier in Suriname. En dan staat het bericht er wel mooi in de pers, maar ook hier is er een addertje onder het gras. Namelijk, we praten over de productie van Parbo-bier. En dat is een grens getrokken daarbij dat
tot de productie van 50 miljoen liter per jaar. Ja, behoor je tot een klein bedrijf. En dat is dus Parbo. En daarboven ben je een groot bedrijf. En dat is Heineken. Dus wanneer we praten over Parbo bier in Suriname, praten we over Heineken. En dan zie je dat ze in beide categorieën zitten. En het is een goede zaak als er belasting wordt geheven op bierproductie, op alcoholproductie in het algemeen. Maar ik wijs erop dat er een oneerlijke situatie is op de Surinaamse markt. En dat wordt al jaren geschreeuwd dat wij het produceren van bier moeten differentiëren in Suriname. Het is oneerlijk dat we een monopolie dat ontstaan is in de koloniale tijd van Heineken, dat we dat aan alle kanten vasttimmeren en daardoor het onmogelijk is om op de Surinaamse markt ook ander Surinaams bier te produceren. En experimenten te doen met hop. Experimenten te doen met... Want ik kan u zeggen, dat gebeurt al lang bij Parbo. Maar we moeten het verbreiden om de kwaliteit van het Surinaamse bier te stimuleren. En om voordeel te halen uit Heineken. Er is geen enkel bezwaar tegen Heineken in Suriname. Integendeel, de Surinamers hebben liefde voor Heineken. Maar ik zeg alleen, je bent slim als jij de aanwezigheid van Heineken zodanig positief benut dat je ook dat ten voordele laat zijn van het produceren van een ander merk, eigen Surinaams bier, en dat je gaat experimenteren met hop. In Midden-Amerika heeft men geëxperimenteerd met het Mexicaanse bier, dat nu, het is heel zwaar gedronken door de Europese jeugd. Die drinken dat merk Mexicaans bier dat gebruik maakt van een hop uit mais verkregen, dus een andere smaak heeft. Ja, en zo is er in de biermarkt, op de biermarkt moet ik zeggen, een hele concurrentiestrijd van verschillende smaken van het bier. En Heineken heeft al lang niet meer het monopolie. En ik moet u zeggen dat het monopolie in handen was van die Belgen, die de stad Pils, want daar, vandaar komt die naam Pils, ik drink een Pils, komt uit de stad Pils, waar het Belgisch bier werd gebrouwen. En dat Duitse priesters, kloosterlingen, die hebben het Duitse bier naar Azië gebracht. Dus er is een bepaalde invloed van Europese biermerken in die verschillende smaken van bier in Europa. En ik heb gezien dat in die hele Caribische regio wordt dat Venezolaanse bier gedronken. Ja? En nogmaals, zo is er op die biermarkt is er een nieuwe situatie, een nieuwe status quo ontstaan van smaakjes. Iedereen heeft zo zijn smaakjes waar hij een voorkeur aan heeft. En daar doen al die grote maatschappijen aan mee. En dan zeg ik, waarom laten we Suriname er buiten als er bekend is dat wij het beste water ter wereld hebben? En bier wordt van water gemaakt, dus wij hebben de grondstof. Ja? En dan laten we ons monopoliseren door Heineken, door te camoufleren dat Parbo bier gewoon Heineken een product is. En we maken er geen werk aan om een bier onafhankelijkheid te hebben ten opzichte van het buitenlandse bier. Dat is de essentie, de politieke essentie wat ik zeg. En dan lees ik berichten dat er wordt gediscussieerd in het parlement nu over de accijnsverhoging. Dat wil zeggen, we willen de belastingen op het geproduceerde bier opvoeren. Want we denken alleen maar geld verdienen, zo, nou, en dat is een goede zaak. Het is heel goed om te kijken hoe die staat uit de belastingen meer geld kan halen, wat redelijk is. Maar dan zeg ik, daarnaast moeten we niet verwaarlozen om ons volk bier of alcohol onafhankelijk te maken. Want we hebben een ander alcoholproduct uit de suiker. We zijn begonnen met de rum en met Marienburg rum, et cetera. Die suikersituatie is veranderd, maar de Marienburg rumproductie is gebleven. En zo moeten we komen tot in die alcoholmarkt eigen Surinaamse producten te gaan beschermen en te gaan opvoeren. En met name, en daar hebben
Nederlandse voedseldeskundigen hebben me erop gewezen dat wij de gelukkige eigenaar zijn van het gezondste water ter wereld. Dat is dus een handelsproduct waar we zuinig mee moeten omgaan. En weet u waarom ik dit behandel? Dat wanneer ik vanuit deze invalshoek u zeg dat wij bezig zijn al ons drinkwater te vergiftigen door buitenlanders toestemming te geven om kwik te gooien in ons drinkwater en zo onze Indiaanse bevolking in het zuiden te verminken, ja, waardoor ze allemaal een handicap hebben. Ja, we verpesten al ons drinkwater, want niet alleen die goudsector, er is in meerdere opzichten lozen van alles in het water. En het wordt dus tijd dat we, en dan zeg ik dit als slot, als gevolg kan je bijna zeggen, van die klimaatconferentie die de wereld nog steeds bezighoudt, dat wij met de klimaatconferentie als raamwerk moeten gaan kijken naar de toekomst en ons land moeten gaan herevalueren om die dingen die we bijna vergeten zijn en wat we het als normaal beschouwen, dat we daar veel meer munt uit kunnen slaan dan ons eenzijdig te gaan verlaten op olie en dat we dus meer onze natuur moeten gaan benutten. Ja, Iwan? Ik hoor van een meneer dat pils uit Slowakije komt. Juist, pils komt uit Slowakije, maar de Belgen hebben een belangrijk aandeel gehad in de productie ervan. En omdat het uit Slowakije komt, is die pils daarnaar vernoemd. Dus inderdaad een goede correctie. Klopt. Ja, toen ik het zei, dacht ik even, wacht even, ik was twee dingen tegelijk aan het zeggen. Ik was aan het zeggen de positie van de Belgen in de pure productie, dat die ook aan de top is van Europa. Dat zijn die drie landen, Duitsland, Nederland en België, dat wilde ik eigenlijk zeggen. En ik verwees eigenlijk naar het ontstaan van pils, omdat die Belgen dus pils populair hebben gemaakt. Dat is die connectie. Want je hoort niks van die Tsjechen zelf in die pils, in het bier drinken, maar die Belgen hebben pils bekendgemaakt. Maar goed. En die luisteren naar die Belgen. Ik ga het een beetje opzoeken en het de volgende keer goed behandelen. Ja, die meneer die belde, die weet kennelijk heel veel van pils en bier af. Hij zegt van ja, en we kunnen dus verwachten dat er iets op komst is in Suriname. Dus misschien heeft hij daar ook een bierbrouwerij in gedachten. Juist, dus dat, want ik geef al deze informatie om onze ogen te openen. Dat we hebben go-to in onze handen op verschillende manieren. En we weten het niet. We zitten te onderhandelen. Met Denen willen we waterstof laten produceren in Suriname. We hebben van waterstof geen enkel verstand. We geven hele plantages weg aan die Denen. En het blijken nu corrupte schurken te zijn. En we zitten te wachten op olieontwikkelingen. Terwijl er andere dingen zijn die van groter belang zijn in Suriname. En daar zal ik gedurende dit programma vaker op terugkomen. Maar ik moet naar het einde gaan in verband met de tijd. En dan wil ik erop wijzen. Want ik had nu willen behandelen een groot geldvraagstuk. Maar u hebt het allemaal. Ik zou behandelen de remittances, dat met overmakingen van dat die zogenaamde diaspora-kapitaal van meneer Santoki naar Suriname, dat de Wereldbank bekend maakt dat de groei van de overmakingen, met name door die decembermaand, hè, dan zie je dat stijgen en die berichten zijn nou mondiaal verspreid, dat Zuid-Amerika een recordgroei heeft van overmakingen van Latijns-Amerikanen die in het buitenland vertoeven. En dat betekent, dat zijn die Surinamers in Nederland, maar ook de Brazilianen in Suriname behoren tot die remittances. Die sturen geld uit Suriname naar Brazilië. En dat daardoor een excessieve groei is vastgesteld van meer dan 7%. En om precies te zijn, 7,30% groei. En dat behoort tot een van de grootste groeien in de hele wereld. Als je de remittances vergelijkt met elkaar. En daar kom ik de volgende keer op terug. En ik zie dat ik ben gekomen op het einde van mijn programma.
En ik zou zeggen, bedankt voor uw aandacht. Terwijl ik even aan het aarzelen ben, merkt u even aan mijn stem, wil ik toch even nog in het nieuws gooien dat ik de volgende keer zeker ook zal hebben over de grote ontbossingen in Brazilië, ja, in verschillende deelstaten, en dat daar op mondiale schaal geprotesteerd wordt en dat Suriname gewoon meedoet aan de houtkap van het Amazonewoud. En daar wil ik naartoe gaan, dat de klimaatconferentie ons alle in de hele wereld bewust heeft gemaakt van dat wij ons anders moeten opstellen ten opzichte van de natuur. En die discussie over ons bier heeft er alles mee te maken, omdat de grondstof voor bier water is. En in Suriname hebben we bogo-bogo water. Dat moeten we beter gaan benutten. En ik zal het ook hebben over het Surinaamse bankwezen, met de trein tot die gelden die uit het buitenland worden gestuurd. En over de visie van meneer Steven Coutinho, ja, die de voorzitter is van de Surinaamse Bankiersvereniging. Ja, daar zal ik het even over hebben, et cetera, et cetera. En ook over dingen als de brug, over de quarantaine, waar we heel verkeerd mee bezig zijn. Ja, de brug over de quarantaine moet onmiddellijk worden gestopt. En daar zal ik de volgende keer over hebben. Dit was Ludwig van Lulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer.